Matthijs gaat nu een stuk hout wegzagen uit deze eikenstam, zodat er eigenlijk een klein stuk hout overblijft waarin we dus het scharnierpunt gaan vervaardigen, zoals hier bij deze pomp, zodat de pomparm nadien daarin kan gemonteerd worden. Het zaagwerk gaat Matthijs verrichten met een Japanse zaag, met een Madonoko. En typisch voor Japanse houtbewerkingszagen is dat die tanden op trekken staan, terwijl Europese zagen die staan op stoten. Dus wij zagen duwen, Japanners zagen trekkend.
Ah, zo is het, die lijn. En dan kunnen we zien dat het parallel is of niet. Ja. Nou, dan moet je toch nog een beetje staan. Voor de volgende bewerking gaan we een gat boren aan de zijkant van de pomp met de bedoeling van later, na verruiming, een opening te hebben voor de teut waar het water uitkomt. We gaan dat doen op een 27-28 centimeter van de top. En dat zal ongeveer hier zijn. Nu hebben we een cilindrisch gat geboord in de boomstam voor de teut. Nu moeten we dit gat nog gaan verruimen. Een grotere diameter hebben we nodig en vooral ook een konische diameter, zodat we de teut eigenlijk kunnen vastslagen in de boomstam, wat met een cilindrische opening niet mogelijk is. Matthijs gaat zorgen voor het raamwerk. Zit er al tegen, of tegen het einde. Matthijs gaat nu aan de onderzijde de stam vierkant maken, om dus al dus het spindhout te verwijderen. De stam is onderaan vierkant bewerkt. Hier hebben we dus het uiteinde dat in de put zal verdwijnen. En om te voorkomen dat we slijk gaan opzuigen, gaan we hier nadien een houten tap in bevestigen. Het water zal aangezogen worden via een gat in de zijkant van de stam. En daartoe gaan we dus een gat boren van ongeveer 5 centimeter diameter.